Wie heeft er niet gevloekt gisteren en de dagen daarvoor? Wie heeft er niet gevloekt om we... Ja, de heer Segers en de heer Van der Staaij. Dat zeggen ze nu wel, maar toch geloof ik er niks van. Ik heb het wel gedaan. Waarom zijn we hier beland? En het is heel aantrekkelijk om je bijdrage te beginnen nu... om erop te wijzen welke kansen we hebben gemist... wanneer we eerder hadden kunnen ingrijpen en het testbeleid. Dat ga ik nu niet doen. Daar hebben we het genoeg debatten over gehad. Want hoe je het ook went of keert en hoe we hier ook zijn gekomen... we zitten samen in dit schuitje. En we moeten hier samen uitkomen. Samen als één land. Oppositie, coalitie, kabinet en Kamer. We moeten samen vooruit. En we hebben met elkaar een afspraak gemaakt. Althans, zo voelt het voor mij. Wat de aanpak van deze coronacrisis ook is... welke maatregelen we ook kiezen... we kiezen ervoor de meest kwetsbaren te beschermen. En heel vaak hebben we het over die meest kwetsbaren... over mensen met een zwakke gezondheid... over mensen die 70 plus zijn. Maar ik wil het eigenlijk over een hele andere groep hebben... die misschien wel het hardst wordt geraakt inmiddels door corona. Door de afgelopen 9 maanden waar we in hebben gezeten. Ik denk aan alle jongeren... die beperkt onderwijs hebben kunnen volgen... en nu weer niet naar school kunnen. Aan de jongeren die werken in flexbaantjes. De detailhandel gaat dicht, dat is verschrikkelijk voor de ondernemers. Maar ook daar zijn het vooral jongeren... met flexcontracten, die weer dit pineut zijn. Ik denk aan al die mensen met mentale problemen, die al te maken hadden met enorme wachtlijsten bij de GGZ, maar die de problemen nu nog steeds groter zien worden. Want als je mentale problemen hebt en alleen thuis zit, dan wordt het niet beter. En een dak thuis blijven, dat is mooi als je een dak boven je hoofd hebt. Maar wat doen we met al die daklozen? Voorzitter, het punt wat ik wil maken is het volgende. Als wij zeggen dat we opkomen voor de meest kwetsbaren en hen willen beschermen, dan is er een stap extra nodig. Voor de GGZ, voor daklozen, voor jonge mensen in dit land, om perspectief te geven voor de komende weken. Voorzitter, mijn fractie steunt dit kabinet in de aanpak van deze coronacrisis. Maar op één punt wil ik echt het kabinet vragen om terug te komen op het besluit. Ik heb er lang over nagedacht of ik het zo stevig wil zeggen, maar toch doe ik het. En dat is het besluit om het PO, het basisonderwijs, te sluiten. Volgens mij hebben we met elkaar... Kijk, ik stond voorop dit voorjaar om te zeggen het onderwijs moet toch dicht. En als we terugkijken en zien welke onderzoeken er zijn geweest... naar wat het effect is geweest van het sluiten van het basisonderwijs... zijn we volgens mij allemaal geschrokken en hebben gedacht dit nooit meer. Wat er ook gebeurt. En ja, we kunnen niks uitsluiten... Misschien komt er een moment waarop het basisonderwijs dicht moet. Maar als ik inderdaad dan nog steeds zie dat er niet wordt ingegrepen op Schiphol. Ik ben een grote voetbalfan, maar dat er nog steeds in de Eredivisie gevoetbald kan worden. En je geloofbeleiden is heel belangrijk, maar dat je ook nog steeds naar de kerk mag... en dat er eigenlijk veel minder wordt ingegrepen dan dit voorjaar... vind ik het niet uit te leggen dat we nu de stap zetten om wel het basisonderwijs te sluiten. En zeker niet als ik de uitleg hoor van het kabinet... Het is eigenlijk de bedoeling om het basis dat we daarmee ouders dwingen om thuis te werken. Als te weinig mensen, te weinig je ouders thuis werken, dan moeten we daar iets anders op verzinnen. En het maakt me eigenlijk niet zoveel uit wat of hoe vergaand het is, maar alles is beter dan het basisonderwijs sluiten. De kansenongelijkheid loopt enorm op. En ja, wordt er gezegd, er moet ruimte zijn om kwetsbare kinderen toch op school op te vangen. Hoe maak je die keuze? Wie is kwetsbaar? Weten we van al die kinderen of ze kwetsbaar zijn? School is een plek voor kinderen om even te ontsnappen aan een thuissituatie waarvan we zelf niet eens weten of het daar prettig of niet prettig is. En ik vraag echt het kabinet alsjeblieft, kom hierop terug. De prijs die de volgende generatie moet betalen en daarmee ook wij, de mensen die over 30 jaar in deze zaal zitten en in vak K, die is te groot. En als het probleem is dat ouders thuis moeten werken en dat niet doen omdat hun kinderen blijkbaar op school zitten, dan is dat het probleem. Dan pakken we de ouders aan en doen we dat niet via de kinderen. Voorzitter, ik snap dat we nu in lockdown gaan, maar de vraag is hoe komen we hieruit? Hoe zorgen we ervoor dat dit niet straks nog een derde keer nodig is? En ik heb echt hele grote zorgen daarbij. Het testbeleid was niet op orde. Nu wordt gezegd, kijk eens hoe goed het is. We gaan straks naar 175.000 tests per dag. Daar gaan we naartoe. Daar wordt heel trots over gedaan. Het is niet genoeg. Je hebt misschien wel 1 miljoen tests per dag nodig... om echt onze samenleving veilig te kunnen houden.
En vorige week het debat over het vaccin. Dat er wordt gezegd, we hebben een heel fijnmazig netwerk. Dat is heel anders dan alle andere landen. Daar maken wij gebruik van. Mensen worden nog niet extra opgeleid. Ik maak me zorgen dat we er wel klaar voor zijn om het vaccin ook echt op grote schaal te kunnen toedienen komend jaar. Ik kreeg ook de berichten dat vanaf 21 december het vaccin al goedgekeurd zou worden. Mijn vraag aan de minister is, stel voor dat dat het geval is, dat per 21 december de goedkeuring binnenkomt. Per wanneer gaan we dan in Nederland inenten? Voorzitter, ik kom tot een afronding. Het is belangrijk dat we hier samen doorheen komen. Volle steun voor de moeilijke maatregelen die worden genomen. Maar ik vraag het kabinet echt op twee punten verder te kijken. Als het gaat over het vliegverkeer, ben daar bereid harder in te grijpen. Kijk dan naar de landenadviezen die ze zijn. Zet voor mijn part voor de komende weken alles op rood. Kijk of het vliegverbod mogelijk is. Maar zorg ervoor dat we dat aantal verplaatsingen daar terugbrengen. En alsjeblieft, kom terug op de besluit om het basisonderwijs te sluiten. De heer Segers. Mevrouw de voorzitter, op dat laatste punt heb ik een vraag. Ik voel ook de buikpijn. Ik voel ook de pijn inderdaad als het gaat om de sluiting van primair onderwijs. Overigens ook van middelbaar voortgezet onderwijs. Maar toch zei de heer Klaver, ik kan me voorstellen dat er een situatie ontstaat dat de scholen wel dicht moeten. Wanneer is voor hem dan die situatie wel gerechtvaardigd? Wanneer is het wel gerechtvaardigd om primair onderwijs, de scholen in primair onderwijs te sluiten? De heer Klaver? Nou, om heel eerlijk te zijn, ik zeg dat omdat ik vind dat je mentaal altijd de ruimte moet laten dat zou moeten komen, dat er een punt kan zijn. Ik kan me voorstellen als echt ronduit zou vaststaan dat daar grote clusters van besmettingen zijn. Dat je zegt, daar hebben we het niet meer onder controle. Als blijkt dat het toch heel gevaarlijk, een mutatie van een virus is, dat het toch heel gevaarlijk blijkt voor kinderen. Maar eigenlijk vind ik dat we in alle gevallen sluiting van het PO moeten voorkomen, van het basisonderwijs. Ja, de heer Segers. Want het is natuurlijk een hele moeilijke afweging. Het is natuurlijk heel, heel zwaar om te zien dat zodra je een school sluit, dat het onmiddellijk voor de meest kwetsbaren, dat het kinderen leidt tot achterstanden. Tegelijkertijd, het gaat over 13 schooldagen. Het Britse onderzoek, in ieder geval onderzoek van de Britse overheid, heeft aangetoond dat zodra je scholen sluit, dat uiteindelijk punt 35, de R-factor met punt 35 naar beneden kan gaan. Dus dat je echt ook in ons geval dik onder de 1 terecht zou komen. Kan er ergens een evenwicht ontstaan tussen dat je zegt, nou, dat zijn 13 dagen en daar hebben we na het buikpijn van. En tegelijkertijd, potentiële winst is wel zo groot. Kijkend naar de zorg, kijkend naar kwetsbare mensen, kijkend naar de economische schade. Dat er toch ergens in die afweging, ook voor de heer Klaver, een nieuw moment, een nieuwe afweging kan komen. De heer Klaver. Dat is een zeer terechte vraag en ik heb daar natuurlijk ook over nagedacht. En eigenlijk ook gekeken naar wat heeft het OMT niet alleen in het laatste advies erover geschreven, in algemene bewoordingen, maar ook eerder. En dan zie je, en daarom heb ik het ook over het basisonderwijs, dat ik vind dat ik geen verhaal heb om nu te zeggen, je zou niet moeten ingrijpen bij de middelbare scholen. Omdat we zien dat daar toch grote clusters van besmetting zijn. En dat ik denk dat het in grote mate zou bijdragen aan het terugdringen van het virus. Maar als we kijken naar alle adviezen die zijn gegeven over het basisonderwijs, dat eigenlijk niet de plekken zijn waar de besmettingen plaatsvinden, dan vind ik de prijs die we daarvoor betalen te groot. Als daar andere informatie over zou zijn, dan zou ik misschien mijn mening moeten. Daarom sta ik hier ook, daarom laat ik ook die ruimte zeggen. Je kan nooit, zeg nooit nooit. Maar alle informatie die nu aanwezig is en dat wegende, kom ik op een punt dat ik zeg, doe het alsjeblieft niet. En die afweging moeten wij met elkaar maken. En ik zeg dat tegen het kabinet, ik zeg dat tegen alle collega's, dit is geen makkelijk besluit. Maar ik voel aan alles, dit is niet de juiste weg om op te gaan. Die jonge kinderen, je kan zeggen het is maar 13 dagen, het komt na die 2 weken kerstvakantie. Het is een belangrijke periode voor heel veel klassen. Ja, doe het alsjeblieft niet, omdat ik denk dat we andere opties hebben. De heer Segers. Het is waar dat het een heel zwaar besluit is. Maar tegelijkertijd klonk de heer Klaver wel heel categorisch in zijn nee. Maar er kan dus informatie zijn, bijvoorbeeld als blijkt. Hè, dus normaal, ik ben er ook ingedoken, ik heb gekeken naar onderzoek. En het is vooral Brits onderzoek dat aantoont, ook internationaal vergelijkend. Ook adviezen van de Wereldgezondheidsorganisatie. Die zegt, sluiten van scholen leidt onmiddellijk tot verlaging van de R. Dus er kan in die weging, kan er natuurlijk wel een moment zijn. Zegt jongens, het is pijnlijk, want er zijn geen makkelijke oplossingen. Er is geen makkelijk besluit. Nu, het sluiten van winkels is natuurlijk een ramp, is natuurlijk verschrikkelijk. Het feit dat je in sociaal opzicht, dat we zo belemmerd zijn, dat is een ramp. Dus het is altijd waardeloos. Maar tegelijkertijd in die afweging kan er wel een moment ontstaan dat je zegt, de prijs om het niet te doen is te hoog en dat wat het oplevert als we het wel doen is zo groot dat we daar toch overheen moeten. Dus ik zou in dat opzicht toch ook wel de openheid bij de heer Klaver willen bepleiten om daarvoor open te blijven staan. Ja,
Voorzitter, daar blijf ik voor openstaan. Alleen nu liggen de feiten voor en dan maak je een afweging. De winkels sluiten vind ik ook verschrikkelijk. Daar heeft u mij niet over gehoord. Ik heb gezegd zelfs, hoe moeilijk dat besluit ook is, dat steun ik. Net als alle andere maatregelen waarover wordt gesproken, dat is ook verschrikkelijk. En overal maak je een weging in wat doe je wel of wat doe je niet. Maar als ik naar het hele pakket kijk en zie wat het... We hebben ons voortdurend gezegd, laten we ons baseren op wat het OMT adviseert. Dat is toch de basis van alles wat we met elkaar doen. Dat is ons voortdurend wordt dat voorgehouden. Ga eens terug, we hebben nu 91, 92 adviezen gekregen wat er eigenlijk voortdurend in staat. Het VO wordt expliciet over gesproken. Maar het basisonderwijs wordt eigenlijk van gezegd dat dat nou niet de plek is waar de besmetting zijn. En dat gecombineerd met het kabinet en de minister die zegt, we willen ervoor zorgen dat het ouders gaan thuiswerken. Daar zijn andere manieren voor. Dank u wel. Dank u.